Assalamu alaikum dames, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Het is alweer een tijdje geleden. De Ramadan staat voor de deur, inshallah. Allah je beleggen naar Ramadan. Mijn Ramadan special nummer 2 is natuurlijk Shebekia. Iedereen heeft wel Shebekia in huis tijdens de mooie en gezegende maand Ramadan. Vandaar wou ik ook met jullie een receptje delen. Dit was ook voor mij de eerste keer dat ik Shebekia gemaakt heb. Dat heb ik natuurlijk gedaan met mijn lieve schoonmoeder. Het is een hele gemakkelijke, simpele recept. Het pakt natuurlijk wel tijd in beslag, net zoals alle andere Shebekia's. Maar veel minder ingrediënten. Super lekker en smelt gewoon weg in uw mond. Echt een dikke aanrader. Ik zal jullie zo meteen laten zien wat je ervoor nodig hebt en wat je moet doen. En het gaat iedereen lukken. Er is een makkelijke manier en er is ook een moeilijke manier dat ik jullie zo meteen ga laten zien. Dus ik hoop dat alles heel duidelijk gaat zijn. Wat je nodig hebt is 200 gram roomboter. Het moet echt roomboter zijn, geen andere boter. 1 ei, 10 gram azijn. 500 gram bloem, 90 centiliter mazaar, dat kan een klein beetje meer zijn of een klein beetje minder, 5 gram kaneel, een mespuntje zout, een mespuntje saffraan, olie om in te bakken en honing en sesamzaadjes. En wat ik bijna vergeten te vermelden was, is 7 gram bakpoeder. Je begint natuurlijk met je boter te smelten. En bij je roomboter krijg je dan zo'n hele melklaagje, dat is eigenlijk melk. Die moet je er dan afhalen. Daar moet je eigenlijk een gewoonte van maken, zowel bij Msimmen als bij Shebekia. Dat is onnodig, dus die kun je er gewoon afhalen. Voor de rest is het gewoon super simpel. Alles in één kom toevoegen, dus je bloem en je boter, je kaneel en saffraan, zout, azijn, bakpoeder. Dat is en uw eitje, alleen uw sesamzaadjes en uw olie en honing niet. Dan meng je alles samen en dan gaan we die kneden met mazhar. Met behulp van mazhar gaan we daar een deegje van maken. Ik had dat dus in mijn maatbeker gedaan om te zien hoeveel schoonmama nodig heeft om daar een deegje van te maken. Dat is weer mijn lieve schoonmoeder dat alles was aan het doen. En ik was aan het filmen. Misschien alleen nog. Dus zij bleef toevoegen totdat er geen bloem meer over was. En in totaal hadden wij 90 centiliter mazhar gebruikt. En dan moet jij alles een beetje samen kneden. Schoonmama zei dat je dat ook in een keukenrobot kunt doen met een deeghaak. Maar daar moet je wel een goede keukenrobot voor hebben, een stevige. Want schoonmama had dan een keer in haar keukenrobot gedaan en die is gewoon kapot gegaan. Haar keukenrobot is gewoon kapot gegaan door de Shebekia. Dus pas daarmee op, dames. Dus ze heeft ons haar blijven toevoegen tot ze 90 milliliter heeft gebruikt. En dan ging zij 5 minuten haar Shebekia staan kneden. Ze heeft 5 minuten staan kneden. Dit is dan uw Shebekia deegje. Die verdeelt jij gewoon in ongeveer 4 gelijke stukken. Dat maakt echt niet uit hoeveel dat ze wegen. Gewoon in 4 verdelen.
Zodat je ze straks makkelijk kunt uitrollen. Natuurlijk moet ik mijn vinger er weer in steken om te kijken naar de structuur. Die was niet hard en niet zacht. Die gaan we nu 10 minuten afgedekt laten rusten. Zodat je die makkelijk kunt uitrollen. 10 minuten laten uitrusten in een plastic of met een doek erop. Uiteraard heb je een shebekia mesje nodig en die vind je natuurlijk in alle Marokkaanse of Turkse winkels. Oké, dames, na 10 minuten kun je al een van je bolletjes uitrollen. Dames, dit is een van de belangrijkste delen van je shebekia. Je deeg uitrollen. Als je een pasta deegroller hebt, is dat veel beter. En dan nog moet jij met de hand nog uitrollen. Het is super belangrijk dat die heel dun is, maar ook super, 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 super dun. Je moet letterlijk je aanrecht erdoor kunnen zien. Want als je dikke shebekia hebt, is dat niet lekker. Je shebekia hoort fijn te zijn. Lekkere shebekia is altijd fijn. Dus fijne shebekia begint natuurlijk bij je deeg. Heel goed uitrollen. En misschien klinkt het dramatisch, maar ja, het is moeilijk. Ik vond het ook heel moeilijk om uw deeg helemaal fijn uit te rollen, zonder er gaatjes en zo in te maken. Maar het lukt, zoals het nu bij schoonmama lukt, moet dat bij iedereen lukken. Je moet echt heel dun zijn, zoals jullie kunnen zien, zien we ons aanrecht er letterlijk door. Je moet blijven gaan, blijven uitrollen, heel voorzichtig. Als je zo'n pasta roller hebt, is dat veel beter. Zo'n machine. Maar wij hebben dat gewoon met de hand gedaan. En blijven rollen totdat jullie zien dat die echt super, super, super dun is. Hoe dunner, hoe beter. Jullie zien dat ik mijn aanrecht erdoor kan zien. En dan komt nu eerst de hele makkelijke versie van shebekia draaien. Ga eerst allemaal gewoon lijntjes trekken. En die moeten zo groot zijn als uw vinger. Allee, zo breed zijn als uw wijsvinger. Dus dat moeten gewoon fijne lijntjes zijn, zo breed als uw wijsvinger. Die doet het dan in twee en dan terug in twee. En je kunt dat zo eigenlijk al, zo is dat ook als je bekje zo kunt pakken. Maar wij doen dat nog een keer in twee. En dan zijn dat heel schattige mini-semen. En die moeten heel, heel, heel goed dichtdrukken, zodat die niet open gaan tijdens het pakken. Gewoon terug in twee. En dan terug. Dus deze manier kan iedereen, dat is niet moeilijk. Terug in twee plooien. En dan de zijkanten heel goed aandrukken. Maar echt super goed. En de middenkant een beetje openmaken. Dan moet je gewoon telkens zo breed als een wijsvinger. Je kunt je wijsvinger erop leggen. En dan een rechte lijn trekken. Daarna plooit je die op elkaar en terug op elkaar. Je kunt die zoal ook toedoen en bakken. Maar wij wouden die nog fijner. Dus dan duwt je die tegen elkaar. En dan maak je die open en duwt je de zijkanten heel goed dicht. Daarna zet je die op een plateau, afgedekt met een doekje, telkens dat ze niet uitdrogen. Zo ga je dat natuurlijk herhalen voor elk bolletje. De zijkantjes haalt je eraf. Ik ga jullie zo meteen laten zien hoe dun je deeg moet uitgerold worden. Zien jullie hoe dun? Heel, heel dun. Hoe dunner je shebekia, hoe lekkerder. Dan kruimelt dat weg in je mond. Dikke shebekia is niet lekker, dames.
Nog een keer, jullie kunnen echt mijn aanrecht erdoor zien. Zo dun hebben wij die dus gemaakt. Voor de meer gevorderde onder ons is er een andere manier van Shebekia plooien. Ik ben gewoon heel eerlijk met jullie, dat is moeilijk. Ik kon dat zelf ook niet. En dat gaan jullie ook zien. Ik vond dat ziet er makkelijker uit dan het is. Dus je maakt vierkantjes en daar doen we dan 5 sneetjes in. Als er iets is dat ik heb geleerd met Shebekia, niet te streng zijn op jezelf. Want na het bakken wordt dat mooi, dus dat moet niet perfect zijn. Zolang het maar goed gedraaid is, moet je niet te streng zijn op jezelf. Dat moet niet perfect zijn. Dus zoals jullie zien, schoonmama heeft om en om. En dan heeft ze op een manier dat zo gekregen. Ik weet nog steeds niet hoe. Eerlijk is eerlijk. Dus zet uw vinger om en om, om en om. Eentje neemt ze, eentje niet. Dan laat ze dat los, duwt ze dat allemaal erin. En dan knijpt ze de zijkanten toe. Dames, dat ziet er makkelijker uit dan het is. Ik ben eerlijk met jullie. Dus hier nog een voorbeeldje. Hoe schoonmama dat deed. Je doet 5 streepjes erin. Maar zoals schoonmama zei, dat moet niet perfect zijn. Gewoon iets doen. En na het bakken is dat wel mooi. Zolang dat je maar allemaal dunne sliertjes hebt. Die niet op elkaar plakken. Zo. Dan had ze daar toch een mooie vorm in. Toen was het zeg maar mijn beurt. Jullie zien al hoe goed ik begin. Ik ging gewoon 4 strepen doen. Toen besefte ik, oei, er moet een 5e bij. Ik denk echt na van, wat doe ik? Allee. Dat is echt niet normaal. Iedereen moet leren, hè? Zo. En daarna, Lella? Je erin eruit en daarna? Ja, precies. Ja, precies. Deze? Ja. Naar? Precies. Ah. Je neemt de vader weg. Nee. Veel! Hallo. Hallo. Je laat zich vinden daar weg. En jullie hebben gezien en gehoord, ik kon daar niet. Dat is moeilijker dan ik dacht. Het ziet er makkelijker uit dan het is. Ik ben heel eerlijk met jullie. Dus hou het maar op de eerste manier dat iedereen gaat lukken. Ik ging ze maar terug proberen. Ik vond dat echt moeilijk. Dat was ook mijn eerste keer dat ik Shebekia ging maken. Het is leuk om er naar terug te zien. Dan hier deed ik gewoon iets. Maar schoonmama zei, dat is goed. Na het bakken zie je daar toch niks meer van. Ik ben best wel koppig, dus ik ging blijven proberen. En ik ging er toch mooie vormpjes in krijgen, zie. Het is nog een beetje gelukt. Je moet gewoon wat doen, zoals schoonmama zegt. En na het bakken merkte je er toch niks meer van. Dus ik deed gewoon maar wat. En dan de uiteindes goed tegen elkaar. En zorgen dat er binnenin slierten zijn. Maar in het vervolg ga ik het wel houden bij de eerste manier. Dat was veel makkelijker. Dat was ook super mooi en super lekker. En daar draait het om, hè. Zo. Zie?
Ik heb toch nog snel geleerd. Ik begrijp er nog steeds niks van, dames, dus ik kan jullie niet perfect uitleggen wat ik deed, want ik deed maar wat. Jullie zien dat, hè? En dan terug naar de eerste manier, maar dan een grotere shebekia. Dan moeten die gewoon groter in de lengte uitrollen. En dan hebben ze als de eerste manier ook shebekia, maar dan wel groter en even makkelijk, hè? Weer even laten zien hoe schoon mama dat deed. Ziet er zo makkelijk uit, subhanallah. Is het niet. Nu, het belangrijkste, dames, jullie olie moet warm zijn, maar helemaal op je laagste standje zetten van je fornuis. Dit is ook wat het meeste tijd neemt met het maken van shebekia. Dat is uw bakken. Je moet die op een heel laag vuurtje zetten en heel veel tijd geven om te bakken in je olie totdat dat een mooie kleurtje krijgt. En dan doet je die in je honing. Laat je die daar zeker 10 minuten in. Je laat die zeker 10 minuten zwemmen in je honing. En als je die van je honing eruit haalt, doet je die in een vergiet en strooit je daar sesamzaadjes op. Je laat je shebekia er telkens in, totdat je ziet, mijn andere shebekia moet ik uit de oliepannen halen. Dan pas haalt je je shebekje uit je honing en doe je dat je niet vergeet. Zodat je plaats maakt voor de volgende shebekje. Die moeten er echt helemaal in zwemmen. En die laat je er echt in, zodat je ziet van oké, nu heb ik mijn honing nodig voor de volgende lading shebekje. Je olie is op een heel zacht vuurtje, dames. Je shebekje heeft heel veel tijd nodig om te bakken. Zoals jullie zien moeten jullie telkens nog een heel klein beetje je shebekje dicht knijpen zodat hij niet open gaat barsten in uw olie. Er komt een schuimlaagje bovenop, maar dat is normaal. Dat komt omdat de roomboter in uw shebekje zit. Nogmaals, dames, die is super belangrijk om dat op een laag vuurtje te bakken, anders is dat van binnen nog deeg. Als jullie die heel krokant willen, moet je die op een heel laag vuurtje bakken. Nadat je die uit je olie haalt, kun je daar sesamzaadjes op strooien. Mocht jij dat lekker vinden, dat moet niet per se, maar dat hoort er natuurlijk bij. De kunst van shebekia is ook om ze allemaal hetzelfde kleurtje te geven. Dus allemaal even lang in uw olie, totdat je ziet van die hebben allemaal dezelfde kleur. Op een heel zacht vuurtje, dames. Anders is uw shebekia mislukt. En direct in uw olie, in uw honingpannetje, sorry. En die moeten allemaal dezelfde kleur hebben, dames. Anders, ja, anders is dat niet mooi. En nogmaals, dames, op een heel laag vuurtje. Zodat die heel kruimelig is en lekker. Zo makkelijk is het dus om shebekia te maken. Dat wist ik zelf ook niet. Dat is mijn eerste keer. Zien jullie hoe kruimelig dat het is, twarkela? Die verkruimelt weg in uw handen en in uw mond. Was heel lekker.
De ingrediënten heb je nu ook gewoon thuis liggen meestal. Niet veel voor nodig, alleen tijd en geduld. Niet eens ervaring, want ik heb jullie een hele makkelijke manier laten zien om dat te plooien. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn video. Ik hoop dat het een leerzame video was en dat jullie ook allemaal chebekia gaan maken. Jullie mogen mij natuurlijk op Facebook, op Snapchat, op Instagram jullie resultaten laten zien als jullie mijn receptjes uitproberen. Ik hoop echt dat jullie deze lekkere chebekia gaan maken, want jullie gaan niet meer zonder kunnen. Laat mij weten wat jullie ervan vonden. En jullie mogen me altijd liken, delen, abonneren en doorsturen naar iedereen dat jullie kennen. Slema!